good, Kelfam. Mijn naam is... Dankjewel. Top. Lekker. Eet een paprika. Cause you ain't got a job. Hey, hey. Jullie kijken naar een nieuwe video. Weer een nieuwe vlog. Mijn naam is Kelvin, ook wel beter bekend op het wereldwijde web als Calvin. Aangenaam kennis te maken. Ik hou van je. Alsjeblieft. Hey. Mocht je mij nou nog niet kennen, mocht het eigenlijk de allereerste video zijn die je van mij ziet, welkom. Welcome to the Kelfam. Welcome to the world. We're all just happy and we gotta stay positive about the vibes in the world. Cause there's a lot of war and we just gonna maybe have some fun, man. That's right. Kelvin for president. Mocht je nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, doe dat dan sowieso door je te abonneren op mijn kanaal en volg me op Instagram. En vraag je me af, hey, wat is de Kelfam? Nou, dit is de Kelfam. En dit, en dit, en dit, en dit, en dit, en dit, en dit. Dit is de leukste, grappigste, meest creatieve en meest epische familie van Nederland. Hey, what's good, man? Hey. We hebben één motto en dat is doe eens gek. Je bent al normaal genoeg. En daarmee bedoel ik niet dat je gewoon naakt over straat moet gaan rennen. Tenminste, als je dat zou willen, dan moet je dat lekker doen. Eigenlijk hoef je, hey, wat gebeurt hier? Hey. En daarmee bedoel ik dat op elk moment waarop jij denkt, hey, moet ik wel dit gele shirt dragen? Want waarschijnlijk vinden mijn matties op school het een beetje raar. Hey, fuck it, doe het gewoon. Doe het gek. Je bent al normaal genoeg. Tijd spijt. Alsjeblieft, dankjewel. Goed, we zijn er weer. We zijn er weer vandaag hier speciaal voor jou met een spetterend filmpje op mijn kanaal. Dankjewel. Ik doe het met alle liefde uit de hele wereld. In ieder geval, like alvast even deze video of niet. Je moet lekker doen waar je zelf zin in hebt. Oké. Weet je, als je hem wil liken, doe het even. Oké. Als je er geen zin in hebt, doe het dan niet. Oké. Doe even niet dislike. Als je disliked, word ik wel een beetje boos. Oh, word ik wel een beetje boos, ja. Oké. We gaan WhatsApp berichten van YouTubers raden. En ik zal je even uitleggen hoe dat in zijn werking gaat. Namelijk, ik heb een telefoon. Dit is mijn telefoon. Hallo? Hallo. En op die telefoon kan ik allerlei dingen, waaronder Snapchatten, Grindr... en WhatsAppen ook. Ik kan ook WhatsAppen. WhatsAppen zegt leuke app. Ik ben nogal een sociale jonge man en ik communiceer met allerlei verschillende personen. En een bepaalde groep van die personen zijn mijn collega's. De mensen die jullie waarschijnlijk kennen. Namelijk de andere YouTubers van Nederland. Maar dan heb ik het over jongens zoals Dylan Hagens. Of jongens zoals Enzo Knol. Of dames zoals... Niemand. Wat ik heb gedaan, ik heb iemand een aantal gesprekken, dus een aantal zinnen die YouTubers naar mij gestuurd hebben, heb ik laten screenshotten en dat in een quiz gezet. En ik weet niet van wie het ding is en ik moet dan raden van wie het is. Top verhaal, echt een top verhaal. Oh, dankjewel. De persoon in het witte vakje, dus de tekst in het witte vakje, is van de YouTuber gericht naar mij. En de tekst in het groene vakje is mijn reactie op die persoon. Ik heb gewoon voor het eerst in mijn leven iets goed uitgelegd, jongens. Oké, als het nu nog niet duidelijk is, dan ga ik echt iemand slaan. Oké. Dan word ik echt heel erg boos, mensen. Dan verwijder ik mijn kanaal. Oké, dat is niet. Dat ga ik niet doen. Dat is de... Ik neem de woorden terug. Niet gewoon nu. Ademen is moeilijk. Het eerste WhatsApp gesprek dat ik heb is als volgt. Ga je lekker? Ja, gaat wel goed. Hoe gaat het met jou? Nice, goed. Hoe Nederlands zijn jouw zinnen? Hoe gaat het met jou? Haha, wat? Hahaha, is toch goed? Ja man, goed ingeburgerd. Ik denk dat dit met QC is. Het moet ongetwijfeld een allochtone YouTuber zijn. Of een YouTuber die niet 100% Nederlands is. Want ik heb het hier over inburgering. Ja, ik denk QC. Hey! Hey, 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 bra. Oeh, ja. Oeh, ja. Ja. What's good, ja. Join the Kelfam is good. Abonneer op mijn kanaal. En laat ook even een reactie onder in de vlog. Dankjewel, alsjeblieft. Ik ga er weer van door. Oké, Kelfam, we gaan lekker. We doen dit. Hey, waarom ben ik onscherp? Ja. Oh, deze weet ik ook. Deze, I got this, man. I got this under control. Your face in 1 week. Waarop de YouTuber zei. Hahaha, oh god. Net pindakaas gegeten dus. Dit is of Dionne of Masha. Want ik heb Dionne en Masha tegelijkertijd gevraagd of ik ze mocht roasten. En ze zeiden allebei ja. Dus you know what's coming. Ik denk dat dit Dionne is. Ja! Pa, pa, brr, brr, brr. Ik weet niet waarom ik jullie sloeg. Het spijt me. Is echt zo'n fucking mooie herinnering, man. Krijg je toch leuke shit als je creatief moet zijn voor next level content. Oh, dit is Peter. Hey! Ja, dit was omdat ik een nieuwe serie aan het maken ben waar ik jullie nog niks over ga vertellen. Maar het wordt wel episch, dus blijf sowieso tuned. Join the Kelfam en stay in the Kelfam, cause it's gonna be nice!
Maar ik ben een serie aan het maken en dit was Peters reactie op een van de afleveringen waarin hij zei: yo, het is echt een fucking mooie herinnering, krijg shit, next level, ja, bedankt. Dankjewel Peters voor je hulp. Hou ook van jou, haha, succes zo, dubbele punt P. Pardon? Pardon? Wat is dit? Fopje Kel, ik fantaseerde even dat je vlak voordat je on-air ging, keek of je nog een berichtje van me had. Leefde even in een film, je weet. Hè? Dit is wel even een beetje, het is wel een beetje gek. Deze komt ook uit 2013, zie ik, dus dat is al inmiddels een tijdje geleden. Pardon? Ik weet het gewoon echt niet. Wie zou dit zijn? Volgens mij is het een dude. Volgens mij is het een dude die echt zo'n beetje van: succes, hou ik van jou, Fopje, Bardo. Ik denk Bardo Ellens. Rutger. Rutger? What? Did you ever say this to me, man? What are you trying to say? Are you secretly in love with the Calvin? Because I can imagine. Oké, we gaan door. Ik heb één fout. Ik heb nog nooit een quiz helemaal goed gehad. Gun mij dit! Ja, dikke Donna. Ben over een kwartiertje thuis. Fris me even op en gaan. Cool, papi. Hoe laat ben je centraal? What? What is this? Ik denk dat ik het weet. Ik denk dat dit Noah is van Ponkers. Kelvin hier, a.k.a. Calvin, met allemaal emojis. Hey, ik app je zo even. Ik ga even live. Is ok. Oké. Dit is een gesprek wat ik me nog herinner. Ja, zeker. Femke Louise. Dat was een gesprek met Femke Louise. Ja, dat Ja hoor. Liefie. I'm okay. Mega jetlag. Ben in Tokio. Jij. Dit kan echt maar één persoon zijn. Dit is sowieso Anna. En dat komt omdat Anna altijd in het buitenland is. En daarnaast altijd een jetlag heeft. Wow, het was Anna! Surprise! Succes, though. And love you. Het gaat wel allemaal, het is wel allemaal een beetje klef. Het is allemaal een beetje romantisch allemaal. Liefie, love you, hou van jou. Oké, ik weet alleen niet van wie dit is. Ja. Succes, though. And love you. Who this? Ik weet het echt niet. Fuck! Ik weet het niet. Fuck! Fuck! Ik ga voor, even nadenken. Ik ga maar gewoon voor Gio, ik weet het gewoon niet. Joost! Oh ja, natuurlijk! Ja, maar natuurlijk! Dat was het gesprek wat ik met Joost had over het feit dat we elkaar minder spreken deze dagen. Maar alsnog gewoon die love show richting elkaar, toch? En het einde van het gesprek ging als volgt: succes, though, and love you, X. Kijk, that's my man, man. That's my, you know, that's my man. You know what I'm saying? Like, come on, man, we got this. So my deep Hey Kelvin, een beetje heel erg laat misschien, haha, maar hoe laat is die fotoshoot? Want ik had die dag al een afspraak met Giel, maar misschien kan ik wat verzetten nog. Pardon? Doe normaal! Doe normaal! Wie is dit? Hé, 2016 was good. Monica. Ik, op een of andere manier komt ineens Monica in me op. Nee, Gio. Kak. Ik weet daar niet lui. Oké, we gaan door. Ik ben redelijk onderweg. Ik weet niet meer hoeveel goed ik heb en hoeveel fout ik heb. Hier staat het aantal wat ik goed heb en hier staat het aantal wat ik fout heb. Leuk dat jullie het wel weten, ik het niet. Dat is de kracht van de editor. Dankjewel, editor. Yo, yo, hoe laat ben je op Centraal? Chesto rijdt ook mee vanaf Centraal. Hij is er 1:15 ongeveer. Dit is Matty van Vivalosophy. Hey! What's good, man? Ik ga even de politie bellen over dat verhoor, man. Zoveel gedoe met politie heb ik, bro. Echt klote, man. Wat? What? What? Oh! Hè? Wie is dit? Is dit Armo? Armo was right, is that you? Ik wil het ook gewoon weten nu. Armo! Oh! Shit! Armo with the popo! Hey Armo, het spijt me. Als je dit ziet, sorry. Mocht je nou nog geen onderdeel zijn van de leukste, meest grappige, meest epische familie van Nederland, waarin we elkaar gewoon supporten in tijden dat het niet zo goed gaat, abonneer dan even op mijn kanaal. Doe het even. Abonneer even, ik wacht wel. Dankjewel voor je abonnerings. Hey, heb misschien iets leuks, haha. Oeh, wat dan, lieve Kel, Vin? Haha, ok. Wat? Haha, ok? Waarom zeg ik nou weer, weet ik veel? Dit is wel een dame, denk ik. Want een dame zegt eerder, oeh. En lieve Kelvin, is this man? King alert. Oké. Aandacht. Fuck, fuck, fuck. Ik weet het allemaal niet. Ik weet het gewoon allemaal niet meer. Ik weet niet wat voor gesprek.
Oh, ik weet het allemaal niet meer, jongens. Wow, dit is een intens gesprek. Nee, was wel subtiel, denk ik. Mijn reactie, tja, ligt eraan. Heb geen één keer gelachen of zo, maar kijk maar of je er iets aan hebt. Maak er wel iets moois van in de edit of zo. Komt goed. Nee, was een fatu natuurlijk. Haha, flikker. Anders had ik er serieus gewoon een soort awkward edit van gemaakt. Dat je gewoon nooit lacht. Was ook wel mooi geweest. Haha, nee man, ik heb goed gelachen. Dit is Milan Knol. Zijn eerste reactie op mijn roast, die by the way fucking episch was. Dat is Dylan. Fuck! Oh, ik wist dat iemand dit reageerde op een roast, maar... ik dacht dat het Milan was, maar nee, het was Dylan. AG, ja, sowieso man, Niffo, je weet zelf. Raoul, there you go. Wat is dit? Bas van Velzen. Lekker, Kelvin. Lekker, lekker. Bassistentje. Ik heb Bas trouwens ook al veel te lang niet meer gesproken. Hey Bas, hoe gaat het met je? Laat het even weten in de reacties. En vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen. Dankjewel. Yo man, no drama. Tenzij we graag behoefte hebben aan een King Alert aflevering. Lololol. Nou, nee, maar is Gucci. Shit verandert. Life goes on en we worden ouder. Dit is Milan Knol, denk ik. Het was Milan Knol. Yeah man, ik ben trots op mezelf. Zeker weten. Oké. Okay. Yo, gefeliciteerd bloedhond. Bedankt bloedhond. Dit is toch top. Ik weet precies wie dit is. Dit is Giel. Op roadtrippers noemden we elkaar altijd vuile, vieze, ranzige bloedhond. Ik weet niet waarom, maar dat vond hij een leuk woord. En toen ging ik het ook tegen hem gebruiken. Sindsdien hebben we ruzie en hebben we elkaar al 8 jaar niet meer gesproken. Grapje. Giel. Lekker. Ja, gewoon helemaal knetta toch. Dubbele punt dollar. In welk jaar zat ik op het level van dubbele punt dollar, man? Hahaha, oké, okay, exposed. Fit is nu in opname. King Alert is al gebeld. I expose your dieet. Watch yourself. Haha, already did. Oh, I know who this is. Dit is mijn hoogzwangere vriendin Monica Geuze. Ja hoor, lekker. Ik ben best wel trots op mezelf. Monica, je zal ongetwijfeld de komende maanden ergens bevallen. Succes ermee. En ik ben trots op je. Dit klinkt misschien sarcastisch, maar dat is het niet. I love you. Je weet dat je daar in de bossen in ieder geval niet zulke lelijke beesten tegenkomt als bij Temptation Island. Dus ik ben ready. Wat? What is this? Is het Sophie? Het klinkt als Sophie. Het was JJ. JJ, you funny man. Je bent een klein mannetje met een kaal hoofdje, maar hey, je bent nog wel grappig. Dus I appreciate that, man. Hey, teringhond, geef je mail. Hahaha. Wat voor gesprekken heb ik met mensen? Wie is dit? Teringhond, geef je mail. Wie noemt mij teringhond? Wie doet zoiets? Nou goed, ik heb geen idee. Ik denk dat het, ik heb gewoon echt geen idee. Ik stem blanco vandaag. Ik weet het gewoon niet. Nessim, broer. Waarom noem je mij teringhond, maat? Hey, maat, pas op, hè. Rustig aan. Hey, ik bel aan mijn neven. Het zijn er wel 3 ongeveer. En dan komen we taart voor je bakken, want je bent een hartstikke aardige jongen. Super gaande for life. Wakanda for life, man. Abonneer even op mijn kanaal. Join the Calvin. It's good. It's always fun. Volg me even op Instagram, namelijk @Calvin. En doe deze dingen. Dankjewel voor het kijken. Dit was de video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Laat me even in de comments even weten of je dit een tof idee vond. Of ik de volgende keer weer moet doen. En mijn adem raakt lekker naar buiten adem. Dankjewel, mensen. Calvin, I love you. What's good?